Hi en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag ga ik proberen. Ik heb dit idee om met kleine JST-connectors verbindingen te maken tussen treinstellen. Ik heb al gekeken naar om dat bij deze te doen van de vorige aflevering. Maar ik wil dit ook gaan toepassen bij deze jongeman hier. Het idee is om alle treinstellen aan elkaar te verbinden met één of twee van deze verbindingen. Ik heb hier een vierpolige, maar ik heb in mijn collectie ook nog driepolige liggen, als ik het goed zie. Ja, dit is een driepolige. Ook nog hele grote, maar die zijn iets te bulky. Maar wel leuk voor andere projecten. Nou, dit is een leuk kleurrijk setje aan kabels, wat ik niet zo tussen die treinstellen wil hebben hangen. Ik wil wel een connector ertussen hebben zitten, zodat ik ze nog op kan bergen als ik dat zou willen. Maar ze komen alleen meer in wit. Dus dit is één experiment. Deze heb ik net geverfd met spuitlak. En ik moet zeggen, het blijft nauwelijks zitten. Het dekt niet. Ik denk dat dit echt een aantal keer moet doen. En ja, ik weet het niet. Ik krijg er ook van dat soort mooie handen van. Dat we dadelijk dus weer rommelen met terpentine. En toen dacht ik, ja, deze zijn eigenlijk alleen maar, je duwt ze erin. En je moet ze uit elkaar trekken. Dat doe je niet al te vaak. Laat ik eens kijken met heat shrink. Nu zou het handig geweest zijn als mijn soldeerbout al aan stond. Dus die gaat nu even opwarmen. Maar ik denk dat ik, als ik met een stukje heat shrink hier en aan de andere kant een dun pijpje eroverheen. Come on. Zo. Als ik deze een beetje kan laten overlappen. Dat ik de hele connector kan afdekken. En deze schuift er dan als het ware gewoon in. Dus hoef ik hier ook alleen maar een klein stukje heat shrink overheen te doen. Dat is dus het experiment van vandaag. En anders houd ik de verfoptie of misschien merkstift. Ik kan ook nog proberen met merkstift optie over. Dit is geen mooie, geen nette afknipactie. Maar goed, ik ben bang dat hij niet ver genoeg, niet klein genoeg wordt. Maar misschien dat ik dat met een tussenmaat er nog overheen kan schuiven. Ben benieuwd. Voor deze kanten heb ik zo'nzelfde stukje nodig. Kijk, uiteindelijk steekt het maar een klein stukje uit zo'n treinstijl. Dit is waarschijnlijk zelfs te lang al. Want je hebt echt maar bij een slecht aansluitend treinstel over een paar centimeter. En als ze kort gekoppeld rijden, dan wordt het echt een heel klein stukje. Dus het idee is eigenlijk dat deze draden naar buiten komen, naar beneden hangen. De connector ertussen zit. Of misschien zelfs dat de connector zo naar beneden hangt. Deze erin en een klein boogje, een lusje maakt. En weer terug naar binnen gaat. Maar ja, dan moet ik ze eerst eens zien zwart te maken. Nou, dit gaat niet heel erg hard. Ik heb ook nog geen mooi heat gun. Maar het valt te proberen. Misschien dat het lukt. Dat het nu al lukt, ondanks dat hij nog niet zo heel warm is. Uiteindelijk is het de bedoeling, als deze verbindingen werken, om. Wacht even, ik plug wel eventjes deze connector erin voordat die dadelijk hier naar binnen slaat. Ach, kom op. Uiteindelijk is het de bedoeling om dus in treinstellen aan twee kanten. Zo. Bijvoorbeeld de stroom pick-up te kunnen hebben. Waarbij
Als je ze goed aansluit met goede polariteit. Je de pick-up dus van twee kanten van het terrein hebt en dus een beter contact hebt. Dat kan ook wel weer lastig zijn als je meerdere segmenten, met meerdere segmenten gaat werken in digitale treinen. Ook trouwens voor analoge. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat probleem heb ik nu nog niet. Wel kan ik hiermee als ik genoeg kabels gebruik, dus bijvoorbeeld met deze 4 en dat dan keer 2, heb ik 8 connectoren. Dat is 2 voor de of 2 voor de wielen, 2 voor de aandrijving, 1 plus. En dan heb ik nog een heel aantal kabels nodig over om aan te sluiten voor de functies. Bijvoorbeeld rood zijn, sluit zijn of het witte zijn voorop. Binnenverlichting kan ik nog iets mee doen. En volgens mij hou ik er dan nog over. Dat is dus het idee in ieder geval. Dan heb ik niet twee decoders nodig die op elkaar afgestemd moeten zijn, die precies hetzelfde ingericht moeten zijn. Kan wel zijn dat de motoren te veel stroom vragen van de decoder, dus dat de decoder doorfikt op het moment dat ik dit ga proberen. Dan is het nog steeds interessant voor alleen de verlichting. Nou, mijn soldeerbout is nauwelijks warm genoeg. Dus het gaat langzaam, maar zeker. Ik zie ook wel dat er wat zwarte of witte tekst op het zwart zit, maar dat zal zo minimaal zijn, dat zie je niet. Ik heb dit bakje met verschillende formaten heatswings, net zoals alle andere spullen, bijna alle andere spullen van eBay gehaald. Kost geen fluit, zit er redelijk wat in. Mooi voor dit soort experimenten. Volgens mij is deze zo strak als die gaat worden. Ik moet zeggen, dat is een mooie connector. Nu ben ik benieuwd of die nog. Ja, hij kan los. En hij kan ook terug vast. Dit is helemaal niet slecht. Nu zit ik nog met een klein stukje hier wat niet goed afgedekt is, maar ik denk. Ik pak even een schaar. Het is een stuk makkelijker dan met de tang. Ik denk dat als ik deze een beetje op weet te rekken, dat ik precies die overlap kan doen. En de volgende keer moet ik ook deze grote wat langer houden. Ja, nee, dit is hem ook niet helemaal. Wat ik zeg, dit is een experiment waarbij er ook dus dingen fout mogen en kunnen gaan. Dit is nog lang niet in de fase van het monteren op een terrein. Ik denk dat deze veel te groot is. Wel, dit eigenlijk best aardig gaat. Hij krimpt meer dan ik had gedacht. Dit is helemaal niet slecht. Ik wil hem niet te veel aan deze kant krimpen. Maar dan weet ik niet of ik de connector er nog uit kan krijgen. Maar dit ziet er mooi uit. Nu had ik hem een formaatje kleiner. Die schuif ik er nog overheen. En dan. Ik maak hier gewoon een hele opeenstapeling van heatshrink van. Deze er weer. Die gaat de kabels nog net doorheen. Zo, die ga ik hier onderschuiven. En dan is het een vrij bulky grote connector voor een half nul trein.
Dus je moet het helemaal niet gaan doen op model op N-schaal. Half nul denk ik dat het vrij groot is, maar ik hoop dat ik er nog mee weg kan komen. Kijk eens aan. Even goed vastpakken. En als het dus niet nodig is, probeer ik ook de driepolige te gebruiken. Die zijn net een stukje kleiner. En uiteindelijk is dat dan toch mooier om te zien. Of hoe minder het opvalt, hoe beter het is. Maar ik zag wel bij die Fleischmann die ik net liet zien, daar zit een vrij grote connector op met twee kabels die daar lopen. Het is niet mooi, maar het is niet zo lelijk als ik dacht dat het was. Eens kijken. Ja, deze zit gewoon los. Iets vaster nog. En ik weet dat hij genoeg kan krimpen. Dat heeft hij op andere plekken ook al gedaan. Oeh, niet tegen de bout aan proberen te houden. Zit goed genoeg. Naar deze kant hoop ik weg te kunnen komen met alleen maar een klein stukje. En ik denk wel dat het is iets bewerkelijker dan gewoon een spuitbus op je draden zetten. Maar ik zie hier ook overal nog witte stukken zitten. Dat zou je hier ook, ik denk dat als je hem vanaf de bovenkant ziet. Als je zo de trein in zou gaan, dan zou het nog wel kunnen. Maar zo zie je ook inderdaad weer de witte connector zelf zitten. En daar kan ik ook niet heel veel aan doen, denk ik. Verder merkte ik dat ik heb een hele mooie ja, de outro payoff gemaakt voor mijn filmpjes, maar als ik ze lokaal bekijk, voor ik ze upload, dan staat er mooi een tekst op. Maar op YouTube zie ik alleen maar mijn handen in beeld. En de rest lijkt te ontbreken. Dus daar gaat iets mis met YouTube en mijn montagetechnieken. Mijn over het algemeen afwezige montagetechnieken kan ik eraan toevoegen. Want ik doe bijna geen editing. Ik doe wat ik doe hier en ik gooi het online. Zo, dit is dus de plug van de ene kant en dit is de hele afgeschermde connector voor de andere kant. En als ik ze er nu goed in doe, op, dan is hij best redelijk zwart. En als dat bij de TGV een gat zou boren, deze connector zo naar binnen zou halen. En dit hier aan de binnenkant zou zitten, waarbij er een klein zwart draadje zo terug gaat de andere locomotief in, of andere treinstel in. Kijk, dan denk ik dat dat er nog best wel eens aardig uit kan zien. Het is wel wat bulkier dan dit geverfde ding, wat nog steeds afgeeft. Dus goed, ik zou zeggen experiment geslaagd. Nog een mededeling van algemene aard. Dit is de laatste aflevering voorlopig op deze manier. De komende weken ben ik niet hier in de buurt van mijn werkplek. Ik heb geen modeltrein in de buurt, maar het zou wel eens kunnen zijn dat dit kanaal gaat veranderen.
in ieder geval de komende 3, 4 weken, 5 weken, niet naar model trains, maar naar echte trains. Afhankelijk van wat ik tegenkom en wat ik kan filmen als ik op pad ben. Ik hoop dat je het mooi vond om te zien. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. En mocht je nou dit zien en denken, god wat een onding. Nee, dat moet je gewoon zo doen. Ik ben niet zo geïnteresseerd in, hier kun je het kopen en dan is het voor je gedaan. Maar als je betere techniek hebt, dan hoor ik het graag. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot een volgende keer.